Wat we hier hebben is een varkensnek. En normaal gesproken, als je Nederlands landvark of zoiets neemt, dan is dat echt wel een stukje groter. Dus als mensen hier naar kijken zeggen, wat is dat voor varkensnekje? Dan is het ook van een kleiner ras. Het is een Pata Negra, zwartpootvarkentje, kleinere big. Bijzondere echter van het dier is dat hij ongelooflijk kieskeurig is met eten. En vooral erg gek is op eikels, van de eikenboom, hè, denk erom. Dat houdt dus in dat hij zijn vet wat hij daaruit vormt, hè, het is natuurlijk een vet product als je noten eet, het vet wat hij daaruit vormt is van hele hoge kwaliteit. Het is gewoon heel mooi, schoon, goed smakend vet. En dit is redelijk veel vet, omdat vlak voor de periode dat ze geslacht worden, worden ze bijgevoerd. En dan kan zo'n dier soms wel tot een kilootje of 30, 40 eikels per dag bijeten. En groeien ze even flink in het vet. En als je dan zo kijkt naar de doorregenheid hiervan, dan is het echt een bijzonder mooie varkensnek. Nou, 2,5 kilo mag het een beetje meer zijn. Om nou zo'n mooi groot braadstuk, mals en sappig, maar ook vooral heel belangrijk gaar te krijgen, gebruiken we op het ogenblik voor deze stukken en steeds meer in de moderne keuken de techniek van lage temperatuur braden. Lage temperatuur braden betekent dus naarmate het braadstuk groter wordt, wordt de oventemperatuur lager. Heel simpel, als ik een kwarteltje in de oven zou braden, hele kleine diameter, beestjes zo gaar, doe ik hoge temperatuur, dus je krokant van buiten en precies gaar van binnen na 5 of 10 minuten. Ga ik een kalkoen in de oven doen, dan zal ik de oven moeten temperen, want anders is de kalkoen zwart van buiten en van binnen nog niet gaar. Dus naarmate het beestje kleiner is de temperatuur hoger en naarmate de dieren groter worden, wordt de temperatuur lager. Bij grote braadstukken zou de oventemperatuur zelfs hetzelfde kunnen zijn als de kerntemperatuur. Allerbelangrijkste bij braden, maar ook eigenlijk bij sorteren en grillen, is de kerntemperatuur, de garingstemperatuur aan de binnenkant van het vlees. Dat bepaalt of het vlees rood is, of medium, rosé, of well done, hè, helemaal doorgebakken. Hoe hoger de temperatuur van binnen is, hoe gaarder het vlees. Eiwitten stollen bij rond de 55 graden. Wij zoeken dus naar een garingstemperatuur die overeenkomt met het type vlees. Voor heel fijn rood vlees proberen we natuurlijk de kerntemperatuur laag te houden. En voor bijvoorbeeld varkensnek of gevogelte moeten we naar een temperatuur toe die wat hoger is. Dat is geen vlees wat je rood of rosé eet. Een varkensnek als deze is zo zuiver dat van bacteriën eigenlijk nauwelijks sprake is. Ik zou deze kunnen garen op een kerntemperatuur van zo rond de 65 graden. Heel mals, sappig, bijna rosé stuk varkensvlees. Weet je nou niet zeker of dat varkentje van zo'n goede kwaliteit is dat je dat aandurft? Dan zou ik adviseren, ga naar de pasteurisatietemperatuur. Tussen de 72 en 75 graden. Dan zijn al die verkeerde bacterietjes dood, weet je dat zeker. En als je een lage temperatuur braadt, hou je alle sappen en structuur in het vlees en blijft je vlees dus heel mals, zelfs bij die temperatuur. Nog een voordeel van lage temperatuur garen is, er is geen vochtverlies. En door de hele langzame opwarming aan de binnenkant van het vlees blijven alle enzymen en scheikundige reacties rustig doorgaan, precies tot het punt waarop het vlees zijn juiste temperatuur heeft bereikt. Dat noemen we tafelrijp worden van vlees. De malsheid van het vlees is bijzonder. En bij heel vet vlees zorgt het er ook voor dat het vet langzaam uitsmelt en het vlees voet en smaak geeft. Vet is de drager van smaak. Zonder vet hebben we geen mooi stukje varkensvlees. Als we dan hier de varkensnek hebben liggen, dan moeten we natuurlijk wel opletten dat omdat het zulk mooi vet is, dat we dat er ook aan laten zitten. We hebben straks bij het aanbraden ook bijna geen vet nodig. Maar we moeten wel even controleren of er hier en daar geen vliesjes zitten of stukjes bij zitten die we eventjes weg moeten halen, omdat het ervoor zou kunnen zorgen dat het bij het aansnijden of bij het eten taai zou zijn. Dus er kunnen nog kleine vliesjes op zitten. Kijk, de slagers die daar in Spanje op stuksloon staan, die worden afgerekend op hoeveel varkens ze uitbenen en niet of ze dat heel netjes doen. En wij moeten er dan wel mee uit de voeten kunnen. En zoals je ziet zit er hier nog een klein vliesje.
even onderdoor ga. Maar de rest moeten we ook lekker laten zitten. Dit is allemaal prachtig vet wat straks voor de smaak gaat zorgen. Het hier is verder geen aanhangende spulletjes of loszittende delen. Mocht je nou ergens een zeen in vinden en hier is die er keurig uitgesneden, dan kan je altijd met behulp van een touwtje eventjes het varkensvlees opbinden als het uit losse delen bestaat.